Yo mensen, volle bak actie in deze video. En het allermooiste, je kunt de prijs winnen. Kijk deze video af en kijk wat je moet doen om de kans te maken op een heel vet kunstenspakket van Rapala. Stay tuned. Nou, we moeten in principe wel een visje. We hebben er heel vertrouwen in, toch? We hebben er vertrouwen in. Let's go. Ja. Nee joh, het begint gewoon krankjorend te worden. Het voelt als een grote vis dit. Voelt goed? Een hele grote vis, denk ik. Echt het bijzonder van het kring bij vissen. Ja, alles. Ja, vis. En weer, ja, gewoon weer hangen. En kebeng. Ja, niet kebeng. Het is een hele droge tik erop. Er was wel een klein beetje last van de schouders af. Mooie aanbeving, man. Yo, roofmeisjes, welkom op deze prachtige dag. Het is echt een bijna zomerse dag, hè? Ik ben hier met Niels Piersman van Rapala, Okuma en 13 Fishing. Ja. En ja, wat is er nou mooier in deze maanden dan het vissen met? Crankbaits. Crankbaits, dus ja. We gaan vandaag een beetje met kleine plugjes, kleine crankbaits, ja. Hardbaits, de rivier op en echt actieve vis gaan zoeken. En ja. Hopelijk kunnen we een paar mooie roofvissen vangen. We zijn nu tijdens de zomer, dus veel jong visbroed. In de kanten, bij het steenstort, tussen de planten. Okay. Dus we nou, moeten in principe wel een visje nemen. We hebben er gewoon vertrouwen in, toch? We hebben er vertrouwen in. Ja. Let's go! Ja, mensen, prachtig. Een hengel van Rapala. En ik heb hier een classic countdown. Ja, kijk eens hoe mooi deze is afgewerkt. Echt een classic, zoals een classic eruit moet zien. Een prachtig soort hout afwerking. Een ivoren blank lijkt het wel. Super vet. En het voelt ook gewoon goed. Echt wel een classic hengel in een modern jasje. En ik denk voor deze visserij ook wel geschikt, Niels. Inderdaad, een vrij zachte hengel. Ja, en altijd goed mooi meegenomen als je een baars hebt. Een zachte bek, schudt veel met zijn kop om die schokken op te vangen. Nu nog even die drill eigenschappen voelen natuurlijk. Ja, dat gaat vast wel goed komen. Ik vis momenteel met een baitcaster, zoals je ziet met een 13 Fishing reeltje. En de hengel is een 13 Fishing Fate Black. Ook een mooi zacht hengeltje, een zachte top. Ook om je kunstaas. Ik vis nu met een klein crankbaitje van Rapala. Dus kan je heel mooi ver weg zetten. Een zachte top voor de baars is 5 tot 20 gram, 2 meter en 8. Dus ja, ideaal om lichte plugjes mee te vissen. Dus met die hengel is het belangrijk dat je hem echt kan laden? Ja. En zo'n reel moet gewoon echt een heel licht af te stellen magnetische rem hebben. Ja, precies. Okay. Ja, laat Sjoerd nog maar even met een moletje vissen. Dat is wat veiliger. Ja. Ja mensen, het is weer zover. Onze Bo die heeft even de hengel overgepakt. Oh, snoekbaars. Kijk, snoekbaars. Ja, top. Lekker. Hij heeft geen zendertje om, maar ik ga het even... Moet ik even juichen voor jou, Bo? Ja. Woehoe! Yes! En jawel. Kijk eens even. Bo, hoe doe je dat altijd weer? Super tof. Ja, vis. Het voelt als een grote vis dit. Voelt goed? Een hele grote vis, denk ik. Ja. Was ook een hele zachte aanbeet, maar... Maar dit voelt wel beter. Dit voelt als een goede vis. Oh, mooie snoek, mooie snoek. Oh, oké. Okay. Ja, we liggen de goede stek. Boven net een snoekbuis. Een paar weken later deze snoek. Hoho. Niels, wat ben je aan het doen, jongen? Ja, dat is mooi. Oh. Hè? Top. Oh. Yes. Zo, kijk. Hij gaat helemaal de dolle heen. Wat een bak. Op een crankbait. Een DT10 van Rapala.
klein stukje kunstzaas. En ze willen hem gewoon hoor. Ze willen hem gewoon. Ja, fel kleurtje. Een beetje troebel water, maar even meten. 93. Zo hè, dus ik kan er echt niks van. Zo, snel terugzetten. Prachtig nieuws. Ja, we dachten echt te meten, maar sowieso imposant. Yep. Ja, daar gaat hij al. Yes. Lekker man. Hoppatee. Op naar de volgende. Zo is het taai. Ja, een paar uur niks en dan plots snoekbuis aan de snoek. Heb jij toevallig naar het getijden gekeken? Nee. Zou het daar iets mee te maken kunnen hebben? Dat zeg jij wel, van het getijden kan heel belangrijk zijn natuurlijk. Je zei het net nog, het stroomt hier veel meer dan aan de overkant, dus kan dat zeker Na twee worpen had hij er al een. En wat is het? Een paar worpen later pak jij 93 centimeter. Ja. Dat is veelbelovend voor... Mooi man. Ja, heel blij mee. Oké. Okay. Ja, lekker nieuws. Het is weer zover. Jullie hebben alle twee een vis en ik nog helemaal niks. Komt vaker voor. Maar ik begin aan alles te twijfelen. Van, draai ik te hard binnen? Of is te langzaam? Moet ik spinstops doen? Ik zou zeggen, eens je crankbait zeg maar, het water haalt, op het water belandt. Ja. Zou ik even goed doordraaien, dat hij even op diepte komt. Oké. En dan even traag draaien. Soms even een halve slag sneller. Om even de volgers te kunnen overtuigen. Oké. Maar vaak als je gewoon een constante snelheid aanhoudt en af en toe is versneld of vertraagd, kan je eigenlijk weinig fout doen. Hoe dan ook, het groot verschil tussen mij en Niels is dat hij vist met een beetkastetje en ik een molen. En ik moet zeggen, een Okuma ITX draait super fijn. Ik hoor jou net al iets zeggen over de prijs-kwaliteit verhouding. Wat kost deze in de winkel? Deze zit rond de 100, 120 dacht ik. Oké, ja, dat is wel fantastisch. Waarom kies jij voor een reel? Je hoeft niet telkens die beugel over te halen. En je crankbait gaat ook niet tollen in de lucht vanwege de lijn. Afgave. Ja, waardoor hij om de eigen haak heen slaat. Wat ik nog wel eens heb. Dat heb jij soms wel. Ja. Het voordeel aan een molen is, je kan heel dunne Dyneema braid opspoelen, waardoor je echt dieper komt. Wat ik heb dus, wat is dit? Ja, de Sufix 100. 12? Ja, 12 mm. Oké, 1200ste. Ja, toch 12, ook een vleugel om de onderlijn? Sorry. Lieren erbij? Dat doe je altijd wel? Ja. En dan staal? Ja. En waarom dan nog een stuk vleugel ondertussen? Goh, vooral voor de schuurbestendigheid. Ah, oké. Okay. Dus als hij langs stenen duikt? Ja. Okay. Ja, precies. Alright. Nou, we zagen net nog een dikke kolk. Dus wie weet hangt hier nog een roofvis rond die er zin in heeft. Vis! Ik dacht het al. Zo! Wat is dit? Wow! Dit is echt. Dit is een hele vreemde worp. Sorry Niels, maar ik denk dat je een beetje bij moet sturen, of niet? Ja, echt, ik gooi hem in daar. Echt een verre worp. Slip staat goed. En ik zoek contact. En kebeng. Ja, niet kebeng. Het was een hele droge tik erop. Ho, ho, ho. Oh, nee. Het is echt niet te geloven. Sabo, dit is toch niet te maal, dit. Jezus. Ik zeg het nog. Oh, ja, hilarisch. Jongen. Het is allemaal niet mee voor Beljaars. En dan heb ik zoiets van... Had ik hem maar verspeeld. Of gelost gewoon, halverwege. Dan had je nog kunnen denken van oké, dit was gewoon een snoep van 1,20. Maar nee, ik moet hem ook nog vangen. Ik ga ermee stoppen. Ongelooflijk, jongens. Oké, de derde soort is binnen. Derde soort ook. Een baars. Op één stek vang je drie verschillende vissoorten. Ja, we hebben echt wel een paar stekken gehad. Hoe moet ik het zeggen? Stroom. Afwaarts. Niks. Geen volger. Ik had één keer een heel voorzichtig tikje. Misschien een lijnzwemmetje. Hier aan de overkant. Een stek. Er staat een mooie stroming. Je ziet, dat zegt Niels ook terecht, je ziet een soort verkleuring ook hier met het water. Dus er gebeurt hier echt wel wat onder de waterspiegel. En we zien het. In kort tijdsbestek drie soorten. Snoekbaars, snoek en een mooie baars nu. Leuk baarsje. De BX Brad van Rapala. Klein ondieplopend plugje, felle kleur. Ik zag jou al wisselen. Ja. En eigenlijk was het de eerste worp met deze raak, of niet? Inderdaad. Ik dacht om iets verder het kripvak in te trekken, dus iets ondieper. Een ondieplopend plugje eraan. De gouden wissel. Ja, top. Kijk, en zo zie je kan alle drie de roofvissoorten
op een stek vangen. Dat is mooi. Ja mensen, tijd voor de prijsvraag. Want kijk eens even wat Rappala ter beschikking stelt aan jullie. 14 pluggen, winkelwaarde van 200 euro. Niels, wat moeten de mensen hiervoor doen om kans te maken op dit fantastische Rappala pakket? Plus petje trouwens. Reageer onder deze video hoeveel vissoorten wij vandaag hebben gevangen. En uit alle juiste antwoorden selecteren wij de winnaar die dit prachtig roofvispakket kan winnen. Oké mensen, heel veel succes! Lekker Niels. Ja. Het is een mooie baars, dikke baars. Ho ho ho, mooie veertiger. Thanks. Lekker ja. Maat. Hoppatee. Top. Hey, waar zijn de strepen gebleven van deze vis? Ja, goebel water denk ik, dus geen strepen, maar en ja, werkt super. Oh, wat een prachtige vis. Dit is echt zo'n oude strijder man, dit. Ja, en nu weer lekker terugzetten. Mooie aanbeet dus deze. Ja. Deze klauwde er echt bovenop. Het is wel een mooie veertiger, dus ja, prachtige vis. Hopelijk ligt er een schootje en liggen er mee. Dat kan een snoekbaas zijn. Harde beet en voelt als een goede vis. Ja, dat kan een snoek zijn ook. Denk je snoekbaas. Maar... ja, mooie snoekbaas. Mooie snoekbaas. Ja, bro. Zo, het gaat hard in één keer bij jou. Ja, hè? Oh, dat is ook een mooie. Hele ook, mooie snoekbaas. Hele mooie. Ja. Wat is hier gaande, joh? Het is echt... ja, als je een stekje vindt, vang je er wel meerdere. Dus. Ja, het is gewoon een kwestie van die actieve vis een beetje vinden. Ja, de goede stekjes, de juiste stroming, het juiste moment. Ja. Dus. Nog hetzelfde plugje als daarnet? Hetzelfde plugje, ja. Ondiep ook dus? Ondiep. Dus deze vis pakt hem op 2 meter diepte? Ja, ja, het plugje loopt, ik denk een goede meter diep. Dus. Zo, ja, tegen alle 5 regels in. Ja. Snoekbaars diep, lichtschuw. Ja. Maar ze zitten hier gewoon op 2-1 meter water. Ja. Tussen de baars en tussen de snoeken. De brasems, niet te vergeten. Mooie visserij, hè? Je kan alles vangen. Ja, 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 dat bewijst het maar weer. Ja. Een hele actieve visserij en dan eigenlijk midden op de dag gaat het los. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ongelooflijk. Ja. Top. Het is heel bijzonder. Ja, prachtige snoekbuis, een goede 55. Je voelde het al aan de aanbeet, zeg je net. Ja, ik had hier net een baars en die aanbeet was compleet anders. Dit was echt in een binnendraaien harde tok. Ja. Dus dan pakt hij hem en dan keert hij eigenlijk gelijk om. Ja, ja. Een snoekbaas heeft ook, die zuigt het aas ook meer binnen. En is dat plugje van balsa hout met een plastic beschermlaag voor mij? Ja, is balsa. Okay. BX, dus balsa extreme. Ah, oké. Okay. De eigenschappen van balsa, maar toch dus verstevigde... Sterk drijvend plugje. Balsa heeft ook een heel specifieke actie, zeg maar. Okay. Mooie subtiele actie. Ja. Maar ze hebben dat plugje even verstevigd met een plastic laag er rond voor... Het moet natuurlijk duurzaam zijn. Hè? Ja, 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 je moet er wat langer mee kunnen vissen. Of een keertje tegen stengen werpen. Ja, prachtig vis man. Precies, precies. 55 denken we. Ja. Daar zijn we er heel blij mee. Lekker terugzetten. Ja toch? Op naar de volgende. Oké. Okay. Nou, dan staan we toch alweer, er staat de teller gewoon op 6. Inclusief een braas. Wat ik heel bijzonder vind is die snoekbaars. Zo ondiep, midden op de dag. Dat zijn twee dingen al waarvan ik denk veel, dat zijn helemaal geen karakteristieken voor een snoekbaars. Die moet je toch dieper vangen, zeker midden op de dag. Als de zon hoog staat. Dan verwacht je toch dat die ofwel schaduw gaan opzoeken, ofwel echt diepe water. Maar niks van dat, want we hebben er nu al 2. Hele mooie snoek. 2 baarzen, waarvan echt één beauty, echt zo'n oude strijder. Dus ja, dat is toch wel echt het bijzondere van het kringbait vissen. Ja, alles. Ja, en weer, ja, gewoon weer hangen, weer hangen. Dit is een baars. Zo. Weer die BMX? Ja, ja, ja. Tof, een licht hengeltje. Zo. Nog een baars, de derde van vandaag. Hetzelfde plugje, BX Brad. Ja, en ik ben net aan het vertellen hoe mooi het is, wat je er allemaal door elkaar heen vangt. Ja, we vangen een baars, we vangen een snoekbaars, we vangen terug een baars. Ja, dus. Ja. Daar gaan we het niet over hebben. We'll be right back.
is hier een hele vlakke ondiepte. Ja. Een kripkopje waar er, denk ik, een kuiltje ligt. Een beetje stroming. Ja. Ja, daar halen we gewoon twee snoekbazen en twee bazen uit. Ja. Nee, joh. Het is een baars. Ook zo'n baars? Baars. Ja, mensen, dit begint gewoon krankjorend te worden, enigszins. Zoveel vis dat hier ligt en zoveel vis die daar zin in heeft ook. Ja, geen hele grote, maar... Stel, hè, Niels, stel dat dit een wedstrijd was. Ja. Wat dan? Dan ga je gewoon in de top 10 meedoen, toch? Ja, 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 tuurlijk. Zeker op zo'n Crank Cup. Tuurlijk, tuurlijk. Dit is toch... Ja. Als je dit op de Crank Cup hebt, een goede oefening. En dus... moet je je voorstellen hoe we de dag begonnen? Ja. Dat we ons echt wel een klein beetje zorgen, maar tenminste ik weet niet hoe jij erin zat, maar... Ik dacht van, zo, die vis heeft er echt geen zin in vandaag. Een uur of drie gevist, geen tikje, nee, hè? Niks. We gaan naar de overkant en... Bam, 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 bam. Bizar. Zo. Bizar. Echt van jullie vierbazen. Ja. Ja, geen hele harde, donkere strepen, maar... Nee, nee, ik vind het juist wel iets hebben. Dit zijn vissen die zijn door de wol geverfd natuurlijk. Ja, prachtig. Ja, hangen. Ja? Ja. Oh. Mooie aanbeet. Ja, echt een mooie harde tik erop. Ik denk snoekbaars, als ik het mag zeggen, met mijn bescheiden ervaring van vandaag. We hadden het over de drilleigenschap van deze hengel. Kijk, dat die parabolisch is. Dat is natuurlijk ook mooi meegenomen voor drillen. Niet alleen voor het vissen met zo'n krenkbeet, maar dat geeft nog meer drillplezier. Een hele mooie snoekbaars. Ja. Yeah. Yes. Mooi, mooi, mooi. Oh. Lekker vriend. Top. Braas bij een snoekbaars, voor sure. Zo. Ja, dat gaat dus... Er valt wel een klein beetje last van de schouders af. Ja, het zit me niet mee, mensen. En er zat hier een gozer achter die camera. Die staat met een grijns op zijn bek, jongen. Maar hij is ook wel trots natuurlijk. Hij is trots dat ik eindelijk weer eens gewoon een beetje normale vis vang. Het is je gekund. Ja, het is een prachtige vis. Het is al dat Bo zei van, Sjoerd, waarom sta je nog steeds met een DT'tje te werpen? Terwijl onze amigo Niels alles vangt op die BX. Dat wil ik me natuurlijk geen twee keer vertellen. En Bo heeft gelijk. Prachtig visje. Oké, Niels, nieuwe stek. Nieuwe stek, ja. Het is nu echt schrapen geworden. Ja, ja, ja. Ik zag op de sidescan zeg maar een kuiltje. Ah. Met een beetje vis, structuur. Dus, oké. Even proberen met een dieploper, een diepduikende plug. Ja, dat kan helemaal anders natuurlijk. Eens kijken of we een snoekbaars kunnen vangen. Oké. Ja, zo is het aanbeet na aanbeet. Echt alles wilde, alles had er zin in. Zelfs de brasem. En nu zit er al een tijdje mijn houtje te bijten, Niels. Mm-hmm. Ja mensen, inmiddels fikken we een beetje de boot uit. Het is echt bloedje heet vandaag. We zijn slecht begonnen, een paar uur geen actie en dan plots een paar vissen op een uurtje tijd. Bijna, volgens mij hebben we er 9 in totaal. Ja, zoiets. En dat was in een uurtje tijd inderdaad. Ongelooflijk. Ja, hartstikke bedankt voor deze dag. Superleuke dag, Sjoerd. Ja, ja, echt top. Jullie bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Heb je vragen over deze visserij? Niels en wij lezen mee en kunnen die vragen voor je beantwoorden. En voor de rest, stay tuned voor de volgende video. Ook met Niels. Tot later. Tot later. Oh ja, mensen. Dat zouden we bijna vergeten. We hebben natuurlijk die prijsvraag gelopen in deze video. Hoeveel soorten hebben we gevangen? Laat je antwoord weten in de reacties. Onder alle goede reacties gaan we het onwijs gave kunstenaarspakket van Rappelaar verloten plus de pet. Ik zou zeggen heel veel succes en tot de volgende video.